nou, mijn allergrootste passie en drijf is om een andere mindset te geven op de generatie 50 plus. Nou, wat we met dit boek hopen te bereiken is dat wij een aantal mensen inspireren om anders te gaan denken en doen en handelen in organisaties. Op het idee van het boek zijn we gekomen eigenlijk omdat Cynthia 50 werd vorig jaar. En nou ja, wij tegen het thema 50 plus op de arbeidsmarkt aanliepen, eigenlijk vanuit onze eigen ervaring. Maar dus ook in de arbeidsmarkt. En we dachten, daar moeten we wat mee doen. Daar willen we iets anders tegenover stellen. Wij zien en geloven vooral dat er heel veel 50-plussers heel bevlogen zijn. Lef en moed tonen, eigen regie en eigenaarschap om invloed te geven aan hun loopbaan tot latere leeftijd. En dat zien we niet altijd terug op de arbeidsmarkt. We zijn bij Achmea omdat Cynthia en Jolande aan mij hebben gevraagd, heb jij een idee waar we de boekpresentatie zouden kunnen houden? En ik vind dit zo'n goed initiatief dat ik heb gezegd, we doen het gewoon bij ons. Jongeren kunnen inspiratie uit dat boek halen met al die mooie verhalen die vijftigers vertellen over wat ze hebben gerealiseerd. En dat inspireert denk ik enorm, zoals Sander de Kramer dat net in de zaal ook deed. Zul je dat dit boek ook zien, denk ik. En dat is mooi, want dan kunnen jongeren ook weer met die wijsheid verder. Jolande heeft mij gevraagd om mee te doen aan het boek als een soort co-auteur. Daar heb ik gelijk ja op gezegd. Nee, het boek staat vol met verhalen van mensen die een switch hebben gemaakt. En ik ken in mijn netwerk 25 jaar lang in personeelsbemiddeling met relaties en kandidaten heel veel verhalen. En de man waar ik net mee stond te praten, die ken ik ook al wat langer. Die is vanuit de verzekeringsbranche op een gegeven moment op het doodspoor gekomen daar. En die is schilder geworden. En die heeft van Florin een schildersbedrijf. Ja, hoe mooi kan het hebben. Ik vond deze middag een hele geslaagde middag. Ik ben er met veel plezier geweest. Ik heb zelf ook mee mogen doen aan het boek, dus dat is dan nog wel even extra spannend om het maar zo te zeggen. Maar ik ken de dames en ik weet dat alles wat zij doen tot in de puntjes verzorgd is. En dat was deze middag ook. Het was een hele geslaagde middag. Heel erg leuk om bij te zijn.